Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zondag 20 mei en ik ga zo naar Ibiza. En ik heb er echt super veel zin in. Ik ga met twee vriendinnen van mij. En het is nu 11:15 en om 11:00 word ik opgehaald door Ijfke. En dan gaan we naar Schiphol toe, want we vliegen om 14:00 naar Ibiza toe. En ik heb er echt onwijs veel zin in. Dus als je heel erg veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal hier beneden. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je me even volgt op Instagram en Snapchat. Want daar plaats ik regelmatig dingetjes over de vakantie. Ik heb een super grote koffer mee voor op vakantie. We mochten allemaal 20 kilo. Het is nog heel spannend of dit gaat lukken. Want volgens mij heeft niemand echt goed zijn koffer gewogen. Of dacht, nou ja, laat maar. Maar ik ga even mijn koffer naar de woonkamer rijden. En dan gaan we naar Schiphol. Ik ga jou namelijk het meeste missen. Dus jij bent de belangrijkste persoon. Ja. Doei. Doei Gino. Kusje. Oké, wij zijn al ingecheckt. Yay. Ik ben met Claire en wij zijn door de check-in. Hoe lang hebben we erover gedaan? 10 minuten. En we staan nu in de parfumerie, want Ijfke die is even een rouge aan het kopen. Oh, een rouge. Oké. En we vliegen pas over 14:00. Ijf, laat maar even zien wat je hebt gekocht. Nou, bijna een aankoop natuurlijk. Wat je hebt. En ja, ik ga dus met Claire. En met Ijf. En Ijf en ik hebben precies hetzelfde aan. Ijf, als ik jou was, zou ik wel achterin de rij gaan staan. Ja, want, weet je, ja, dat is beter, Ijfke. Daar zo. Ja. En even geld pakken, ook handig. Hey, schatten. Hoi, hoi. Zij is weer Wilma. Healthy life. Healthy. Healthy. Burger Kingetje knallen. Oké, maar kijken. Kijk, Ijfke heeft dit aan en ik heb dit aan. Maar jouw spijker heeft zoiets meer. Oh nee, we hebben niet zelf kleur broek. Ben je een andere kleur broek? Ja. Ja. Haar in een knotje. Haar in een clipje. Helemaal leuk. En waar is Claire? Claire die moest healthy zijn. Claire heeft een broodje met bieslook of zo. Kaas, bieslookachtig iets. Kijk, dit zijn de sfeerbeelden. Wauw. Wauw, ja, gras. Mooi. Nou, deze gaan we ook maar even lekker uitpakken. Mm. Half 1, we hebben net even wat gegeten. Maar we vliegen om 14:00, dus we moeten over een uurtje moet het vliegtuig in. Welke gate hebben we? Moeten we nu weer gaan kijken? 6. Oké. 6B. 6B. Iets met 23. Ja, ik wou even nog iets met een B. Wel met een B. B23. Ja, B23. Zie je, ik weet alles. Jij zei A6 of zo. 6 keer Hufflepuff is. 6 keer Hufflepuff is B23. Oké, ja. En we vliegen met Transavia. Dit is de situatie. Claire is haar telefoon kwijt. Al voor de derde keer. Oké, zo naast jou ben ik echt een wit spook. En ik ben nog best bruin. Ja. Ik heb namelijk kleur 02 met foundation. Oh, we lopen nu de Snurf in. En het is nu 14:50. En om 2:00 vliegen we. Het is maar 2,5 uur vliegen, dus dat valt heel erg mee. En gelukkig hebben we geen vertraging, dus we kunnen lekker naar Ibiza. Wat zijn jullie aan het doen, kinderen? En de uitgang is niet voor de vloer. En ik zit bij het raam. Dus ik was, ik heb de tickets geboekt. En naast mij zit Ijf en daar zit Claire. Wat? Mag ik op de terugweg ook bij het raam? Ja, ze willen alleen maar dat ze niet is. Dank u voor de medewerking. Inderdaad, klopt helemaal. Het is lekker warm. It's
you left when you tore this place down. And you can't hear these cries coming from the part of my heart that should never say goodbye. But tonight. Oké, we hebben nu onze koffers. Eefke is nog even aan het wachten. Die staat daar. Achter. Daar. Eef! Daar. En ja, het ging eigenlijk allemaal best wel snel. We hadden alleen een beetje vertraging bij school. Maar we hebben de koffers en dan gaan we lekker naar het hotel. Nou, we zitten in de bus van de transfer. En onze koffers liggen hieronder. We moeten nu wachten tot iedereen er is. Oké, maar toen we naar buiten liepen om naar onze reisorganisatie te gaan, kregen we een briefje. Want er is een nieuwe film die komt in Nederland, in de bioscoop. Waarom lachen jullie zo? Daar kan ik echt niet serieus praten. En die film wordt opgenomen in Ibiza en we kregen een folder of we mee wilden meespelen. Dus dat is wel heel erg vet. Oké, wij zijn aangekomen in de hotelkamer. En het is wel heel mooi, wel wat anders dan we hadden gedacht. Maar het is wel prima. Het is oké. We hebben wel best wel gewoon een ruim balkonnetje. Dus dat is wel fijn. En we hebben onze koffers neergelegd. Het was alleen die vrouw van de receptie. Die kon gewoon geen woord Nederlands. Zullen we anders onze jasjes ophangen? En onze schoenen daar neerzetten? Inhouden. We zijn ongekleed. Ik zal straks even zo. Ik dacht er een heel raar schilderij hing, maar dat is gewoon een tv. Oh, van wie is dit luchtje? Van mij? Lekker. Rituals. Ja. Oké. Okay. Ja. Het kan ook van Claire zijn. Claire heeft ook net wat opgespoten. Maar we hebben ons even omgekleed. Ik zal zo meteen even de kamer laten zien, maar we gaan eerst eten. Want ja, we waren om 11 uur weg en het is nu inmiddels 6:30. Terwijl het maar 2,5 uur vliegen is. Dus ja, ik zal even... Wat doe je, Claire? Onze outfitjes laten zien. Gelukkig ben ik nu echt net een klein meisje naar jou. Het lijkt net we uitgaan in Amerika of zo. En ik heb dit jurkje aan. Alleen, ik heb wel een beetje heupen erin. Oké, nou, ik had al verteld dat we bij het hotel zijn. We hebben nu even een lekker drankje gehaald. Sterker drank en zo zit gewoon all inclusive. Het is super chill. Oh, wat erg zijn jullie. Ik ga dit filmen. Nee, nee. Ik heb het al weggegooid. Ze vinden hun cocktail niet lekker, dus. Ik durf het niet. Doe gewoon, doe gewoon. Ik voel je, moet ik het doen? En ik drink me lekker mama die Bucola op hoor. Ik zal even het hotel laten zien vanuit de buitenkant. Ik zal iets uit de automaat halen en dan gewoon even naar de kamer gaan. Oké, we hebben ons klaargemaakt en we gaan nu even een paar foto's maken. Oké, dit is echt mijn slechte kant. Ja, dat is op zich wel mooi. Ja, dat is wel echt oprecht mooi. Jullie, hij filmt. Leuk dat jullie kijken. We zijn nu in Ibiza bij het hotel. Uitzicht vanaf ons balkon. Daarachter is de zee. Nou ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dat jullie genieten van onze vlogs te kijken. Trouwens, dit is een introductiestukje voor de vlog van Janette. Zodat ik me even voorstel. Maar volgens mij hebben jullie mij wel eens al eerder gezien in haar vlog. Maar, oké, plezier. Oké, wij zijn even aan het eten. Oh. Ja, oké, wij liggen op bed. Wij gaan zo meteen even weg. Alleen het is niet echt dat je niet gaat zingen. Je niet gaan zingen. Als ik zing, dan wil ik zingen. Je ziet mijn hakken. Oh ja, mensen die vroegen nog om mijn lijst op Spotify. Dat wordt echt serieus super vaak gevraagd. Maar mijn naam op Spotify is gewoon x-janette. Ik kan het gratis downloaden via haar account. En ik heb twee afspeellijsten. Ik heb één Nederlandse rapmuziek. Wacht, ik zal het even laten zien. Want ik krijg er namelijk echt super veel vragen over. Oké, ik heb deze. Wil je ook onze foto's hebben sturen uit? Nou, eén met Nederlandse rap en één gewoon met Engelse muziek alleen. Die is normaal. Jij gaat doen, die is normaal. Open blijven. Tuurlijk blijft dat open. Nee. Oké. Ja, we hebben ons net klaargemaakt. Hoi. Oké, en wij gaan nu gewoon de stad in lopen. We hebben geen idee waar naartoe. We zijn maar een klein beetje overdressed, maar je kan beter... Overdressed. Dan underdressed. Weet. Oké, okay, maar en ik heb nou niet zo heel vaak hakken aan, dus niet, hè? Nee. Maar we gaan dit gewoon strijden. We gaan dit gaat ons gewoon lukken, jongens. Nee, gewoon niet. Wat gaat ons lukken? Ja, wat gaat ons lukken? Lopen op deze hakken. Oh.
vlog afsluiten. Oké, okay, wij zijn weer terug. De muziek was echt om echt de tering van te krijgen. Techno! Love it. Maar wij zijn terug en wij gaan lekker slapen, want we zijn echt super moe en het is echt heel erg laat. Dus ik zie jullie gewoon weer bij een nieuwe video. Doei doei!